Hoi, wij zijn Marie en Bandit en wij maken country muziek. En het lijkt ons te gek om een Going Jupiter sessies hier op te nemen. Ja, het leek ons leuk om het gewoon bij ons thuis te doen. Tussen onze plantjes en vintage interieur en gewoon lekker muziek te maken. Dus als jullie het tof vinden, dan zijn jullie heel welkom. House full of stuff that I don't really need. There's a cupboard full of books and shelves full of shells that smell like the sea. I've got a ticket to go there, but I ain't going nowhere soon. I wanna be there with you, turn my weeds into roses, pull the hardest part through. I wear my heart on my sleeve, I've got no way else to be. When it's all said and done, I hope I didn't do you wrong. Ja, ik zal me voorstellen. Mijn naam is Katinka en ja, ik ben Maria van Maria en Bandit eigenlijk. Ik kom uit de buurt van Eindhoven en ik heb eigenlijk mode gestudeerd, maar ook altijd heel veel met muziek bezig geweest en ja, veel liefde voor muziek gehad. En ja, eigenlijk sinds ik ook Diederik heb ontmoet, heeft hij dat ook een beetje ja, uit mij getrokken om ook ja, dat buitenshuis er wat mee te gaan doen. En ja,
zo zijn we eigenlijk Marie en Bandit ook begonnen. Een soort van gezamenlijke liefde van muziek. Nou, ik ben Diederik van den Brand. Dus bij Marie en de Bandit als songwriter, gitarist, zanger. Samen met Katinka bezig. Daarnaast heb ik ook mijn eigen solo-project Alien and the Wild. Waarvan ik zelf alle liedjes schrijf. Daarbij ben ik nou net een EP aan het opnemen waarbij ik zelf alles inspeel. En ik ben eigenlijk sinds vorig jaar ook begonnen met andere mensen meespelen. Dus ik heb met Ethan Huis best wel veel shows op de pedalsteel meegedaan. Met Daisy De Crow heb ik op elektrische gitaar, lapsteel, akoestische gitaar meegespeeld. En ik ben er net bezig met Baptiste Hamon, Franse singer-songwriter, om daarmee pedalsteel mee te spelen. Dus ik speel eigenlijk van alles. Ja, I Wear My Heart On My Sleeve, die hebben we eigenlijk vrij recent geschreven. We speelden bij de Grote Prijs van Nederland in de halve finale. En we hadden al een aantal eigen liedjes, maar we wilden nog meer nieuwe eigen liedjes hebben. En we zochten eigenlijk een goede song om de show mee te openen. En toen zijn we daar eigenlijk mee begonnen met dat liedje. Ja, en het ook, we wilden het echt een soort nostalgische sfeer geven. En, ja, veel samenzang om echt een bepaalde sfeer neer te zetten. En het nummer zelf gaat eigenlijk over je hart op je... wij wonen ook samen. En ik ben iemand die eigenlijk altijd wel zegt wat hij ergens van vindt. En dat is niet altijd het handigste. Dus soms zeg je iets zonder dat je daar verkeerde bedoeling mee hebt. Maar ook al weet je al dat het misschien verkeerd aan kan komen. Daar gaat het een beetje om in het liedje. En we proberen ook... Het gaat over eerlijkheid en probeer ook muzikaal heel eerlijk neer te zetten, het liedje. De naam Marie and the Bandit is eigenlijk ontstaan omdat Maria is ook een van mijn officiële namen. En we wilden echt een naam die een beetje bij dat country gevoel zou passen. En ik noemde Diederik ook wel eens een boef, volgens mij. Een boef, ja, inderdaad. En daar is dan Bandit eigenlijk van gemaakt. Dus daar komt een beetje vandaan. Troubled him, never
sensation. I'm in now up to my knees. The air is salty and sweet. I leave my dress by way of explanation. We hebben voor het nummer Salty and Sweet gekozen, omdat wij eigenlijk allebei heel erg groot fan zijn van John Smith, van de schrijver van het liedje. En voor mij is zelf specifiek nog, omdat ik hem als echt een groot idool zie op het gebied van gitaarspelen. En wij luisterden allebei best wel vaak naar dat liedje en toen hadden we zoiets van, zullen we hem gaan spelen, want we vinden het een supermooi liedje en het past ook in de sfeer die wij neer willen zetten. En het leek ons super tof om die samen te zingen. Ik heb dan niks meer aan te doen. Ja, voelen ons soms wel een beetje alsof we in de verkeerde tijd zijn geboren. Omdat eind jaren 60, begin jaren 70 was er zoveel toffe muziek en muzikanten. En er was ook zoveel aandacht voor. En in deze tijd is er veel meer aandacht eigenlijk voor popmuziek en ook hip-hop. En eigenlijk hele andere genres dan waar wij van houden. Dus wij luisteren gewoon ook heel vaak echt oude muziek uit die tijd. En dan hebben we een soort, krijgen we een soort verlangen ook naar die tijd. Ja, en ook gewoon heel die muziekwereld hoe dat toen werkte. Iedereen met elkaar speelde. Het is echt het liedje schrijven was toen denk ik nog wel veel meer, werd nog meer gewaardeerd. Want tegenwoordig is de muziek die je op de radio hoort gewoon vooral heel goed geproduceerd. En het is echt een grote productie. Maar als je het tot zijn essentie terugpakt en alleen één instrument en de zang pakt, dan zijn het vaak eigenlijk hele saaie, nietszeggende liedjes. En dat was in die tijd, stond dat liedje ook veel meer centraler. Ja, nu draait het ook heel erg om marketing en online gezien worden en alles eromheen eigenlijk. En toen was de muziek, het was veel meer puur omdat de muziek goed was. En nu is dat soort van veel ingewikkelder geworden en dat vinden we soms wel jammer. Mensen zouden naar ons moeten kijken als ze, net als ons, ook heel erg van country en Americana muziek houden. Dat is eigenlijk wel een beetje de essentie van Maria en de band. Is dat wij er echt mee zijn begonnen vanwege onze liefde voor country en Americana muziek. En omdat wij dat gewoon te gek vinden om dat samen te kunnen doen. En ik denk die twee liefdes die zie je samen in de muziek ook terug. Wij zijn Maria en de band. En we hopen dat je heel erg genoten hebt van onze muziek. En natuurlijk hebben we ook één single op Spotify staan, die we met een hele band hebben opgenomen. Echt met te gekke muzikanten, met pedalsteel, mandoline, contrabas, noem het allemaal maar op. Door Pablo van der Poel opgenomen en staat op Spotify. Dus als je wil, kan je die daar ook komen luisteren. Ja, en zet hem in je playlist met andere country en Amerikanen muziek. Of gewoon fijne achtergrond luistermuziek. Dus ga het checken. Het nummer Keep Going On, die heb ik eigenlijk geschreven toen Donald Trump net verkozen werd tot president. En het is een liedje over oorlog. En het gaat eigenlijk over dat er dat eigenlijk iedereen in de oorlog hetzelfde is. Maakt niet uit aan welke kant je staat. In ieder geval elke gewone soldaat die staat daar waarschijnlijk omdat hij er helemaal niet wil zijn. En heeft thuis een familie. En het is gewoon alleen overleven. Er staan ook dus in used to own a gun for the ones that I love. En dat hele liedje gaat dus over het verhaal van één soldaat
die een andere familie heeft gedood en dan door de overgebleven familielid zelf wordt gedood in de oorlog. En dan kan je ook niks meer tegen je eigen familie zeggen als je overleden bent in de oorlog. Dat is eigenlijk de clue van de song. Ja, en eigenlijk vooral ook dat er geen minnaars zijn in de oorlog. Dat is een beetje het moraal. Ja, precies. Used to own a gun for the ones that I love. Wasn't meant for killing. Just to keep me alive. Shot the father in the back, shot the son in his leg. Nothing they had done. Just to keep going. Seen the war, I didn't make it very far. Met the oldest song, and just in the blink of an eye, he put a bullet through my head. Nothing else was said. He didn't. To keep going on. Protecting your brother is the right thing to do. I just wish we didn't. There's nothing to fear.